Maar goed, we komen met de tram aan. Je loopt in een wat groenere ruimte dan we nu kennen, wat Roland al aangaf, de Bogaard in. Waar levendigheid is, waar je echt s'morgens ergens een kop koffie gaat drinken. Het begin is gemaakt inderdaad met de banken en de tafels. Want het is ineens weer gezellig als je de Bogaard in gaat. Je ziet weer mensen lopen. En dat is een hele tijd geleden dat je daar wel eens wat mensen ziet. Maar nu zie je ze zitten. Met een ijsje, met een zakje patat of gewoon zitten zonder dat ze wat eten of drinken. En dat nodig je weer uit om zelf op te gaan zitten of gewoon even te genieten van de gezelligheid die daar op dat moment is. En zijn er nog andere wensen op de gen? Een aantal wensen zijn er al gewild. Ja, we hebben meerdere wensen. Staat er nog meer op je lijstje? Ja, nou, jullie hebben je plannen, of de gemeente Rijswijk heeft hun plannen nog niet helemaal blootgegeven. Ik ben wel erg benieuwd naar het grote plein wat jullie daar van plan zijn. Het Bogaardplein, ja. Ja, wat jullie daar willen gaan doen. Dat zou ik heel graag een keertje willen horen. En er zijn toch ook winkels die niet meer in de Bogaard teruggekomen zijn. Als een Toetenel of een V&D. V&D zal nooit meer terugkomen. Maar er zijn dus voor bepaalde dingen die je nodig hebt, moet je wel naar Leidse Hagen toe. Omdat je dat hier niet meer kan kopen. En daar moet ook voor gezorgd worden dat toch, het hoeft niet zo groot te zijn, maar dat je toch weer een knoop en een klosje garen en een naald kan kopen. Want dus eigenlijk het zo breed mogelijk weer het aanbod op de zeker. Ja, je kan je auto kwijt betalen, sowieso blauw, maar dat parkeren hebben we het al even over gehad. Laten we die maar even parkeren. Maar dan heb je een stukje verlevendigheid. Kijk, zoals het oude centrum, wat we ook niet moeten vergeten. Ik zeker niet als wethouder economische zaken. Het oude centrum heeft een bepaalde levendigheid en zeker op zaterdag. Dat komt waarschijnlijk op de markt. Ik kom er heel graag. Het kost mij heel veel tijd als ik daar boodschappen doe. Maar dat komt omdat je reiswijkers ontmoet daar. Je hebt ontzettend leuke ondernemers daar in de Herenstraat en op de markt. En die levendigheid komt hier. Pand krijgt, meneer. Ja, ik heb 2,5 jaar geleden ook op een gegeven moment hier met een commissie gezeten. Dat was om de oprichting. En dat ging over de Bogaard. En toen was er ook sprake over theater. Dat was een van de dingen die toen geopperd werd. Niet dat het direct een voorstel was, maar ik ben benieuwd wat daarmee gedaan is. Want ik hoor nu wel bioscoop, maar theater, cabaret, iets in die geest. U was ook die meneer van die voorstelling vanavond, toch? U wilde toch ook de voorstelling vanavond horen? Ja, dat was u. Het is meneer van theater. Maar wat is... Er zit hier geen knop, hè, zoals tevoren. Misschien wel even de vraag nog wat anders stellen. Past dat in de visie van in den Bogaard? Misschien aan... ik hoor het publiek nee zeggen, maar past het in de visie van de gemeente bijvoorbeeld? Of van andere partijen? Kijk, een theater, als u echt second theater bedoelt, ja, die hebben we in feite, hè, de Schouwburg. Ik zie ook hier gezichten die we regelmatig in de Schouwburg zien. Wat is onze Schouwburg, hè? En een prachtige Schouwburg trouwens. Dus dat is, ik kan me ook niet herinneren, maar ik zit niet overal bij. Maar een theater is niet, maar een bioscoop zou ik zelf wel interessant vinden.